Hallo allemaal. We kregen een paar berichtjes op Facebook en via Messenger en zelfs via de WhatsApp waar we nu eigenlijk mee aan het vissen zijn en waar we aan het vissen zijn. Dus even een klein filmpje, nu het toch even rustig is op het water. We zitten in Haversund tijdens het Pen Haversund Festival en we zitten op open zee. Heel ver op open zee, zover dan ver wat ver. Als je achter mij kijkt, daar zo'n beetje uit het eiland stopt, daar zit je op de Noordkaap. Dus zo hoog zitten we in Europa. Noord. Noorwegen. Dus heel ver weg in ieder geval. Maar goed, de vraag was eigenlijk van waar vissen jullie nou eigenlijk mee? Dus ik denk, ach, weet je wat, ik heb toch tijd, laat ik het even vertellen. Uiteraard staat die informatie ook op onze website www.cordestravel.nl. Daar klik je op materiaal of allerlei en dan materialen. En daar staan alle materialen waar wij hier in Noorwegen mee vissen. De hengels, molens en kunstaas. Maar ik neem jullie eventjes mee wat wij zoal vandaag aan boord hebben. Oké, dan gaan we even kijken. Hier bovenop staan een aantal hengels. We hebben natuurlijk de hele lichte hengel. Dat is deze bijvoorbeeld. Dat is de Conflict XR Inshore. Dat is een lichte hengel waar we zeg maar mee maximaal 45 gram, 50 gram, 60 gram. Nou, eigenlijk al tot 80 gram mee vissen. Dat is een 50 gram versie. En daar hebben we dan een 3000 moletje op. In dit geval, maar even spiegeld hebben we er zoveel bij, is dit de Crash. Crash 3000. HS, de hoge snelheid molen. Nou ja, je ziet het mooi weer voor de rest hier. Daar vissen we dus mee licht. Dan hebben we centeeltjes pakken we daarvoor. Om precies te zijn de Berkeley centeel. Dat zijn deze. Even kijken, ja, deze, daar vissen we mee. Die zijn 45 gram. En daar hebben we, vissen we soms wel mee tot op 60 meter. Dus dat kan echt best wel diep als je natuurlijk niet zoveel wind hebt. Dan hebben we natuurlijk nog wat zwaardere hengels bij. Onder andere deze. Hup, ik zal het even laten zien. Dat is de Helibuster. De Helibuster 50. Daar hebben we dan de Conflict 2 molen op. Conflict 2 5000. Met 3300ste lijn, 3300ste lijn. En dat is een hengel voor de beetje medium visserij. En dezelfde Helibuster. Dit is van Carnage. Pen Carnage Helibuster 30. En we hebben ook de, ik denk dat hij hier staat. Ja, dat is de Pen Carnage 50 pond. En hier hebben we ook weer de Clash op. Of sorry, nee, dit is de Conflict. Pen Conflict 2 zit hierop. Dus die gebruiken we dan voor de wat zwaardere visserij. We zijn ook aan het vissen op dit moment. In ieder geval deze staan natuurlijk niet uit. Die gaan straks weer terug op dak. Hier hebben we de Pen Slammer 3. Ook in de 5500 serie. En daar vissen we op dit moment met de Pen Solid Carbon Boat. Dat is eigenlijk een hengel die bijna niet kan breken. Heel soepel, mooie actie erop. Dat is echt een fijne hengel om mee te vissen. Dus dat vissen we graag mee. Achterop hebben we de Jig, de Conflict Jig. Korte hengel is dat. Ook daar weer de Conflict 2, of de Conflict 2 molen. Ja, inderdaad, op. Dat is een lichte molen, 5500 serie. En dan hierboven hebben we nog een hengel en daar nog een hengel. En Linda vist met de Battalion Jig. Ook weer een korte stok. Korte stokken zoals fijn vissen. En daar hebben we op een rail. We hebben zowel een linkshandig als een rechtshandige rail. Hebben we bij ons. In dit geval is de rechtshandige rail. En dat is de Fatum Two Speed. Dus een molen die, of een rail die twee snelheden heeft. Dus als je een zware vis hebt, dan doe je hem weer makkelijker. Schraak je hem over als het ware naar een zware stand. En dan ga je dus mee zwaar vissen en licht vissen. Ideale molen ook, Pen Fatum. Zalig om te draaien, zwarte versie. Dus ook prima. Dus ja, je ziet het, we hebben eigenlijk best een heel assortiment aan hengels op de boot staan. Beginnend bij waar we vissen met 45 gram. En voor de rest vissen we dan ook nog een keer met de 130 gram, 180 gram, 150 gram. En ja, ga zo maar door tot 300 gram. En uiteraard natuurlijk ook met dood aas. Linda zit op dit moment dood aas anti-twistrik te vissen. En Maurits vist ook met een anti-twistrik. Met dood aas te gaan. En ik vis met een chatje en ik ga zo met een chatje verder vissen. Dus een beetje gemixt. Nogmaals, we zitten in Noord-Noorwegen, Haversund. Op open zee. Het is vandaag, hoeveel is het vandaag? Hoeveel september? 17 september. 16, 17 september 2023. Mocht het filmpje volgend jaar bekeken worden. En dan weten we het zelf ook nog. En dit is het weer. Volle zon. Lekker verbrand al een beetje, onze boot. Dus prachtig toch? Dus daarmee wilden jullie eventjes meenemen van wat wij zoal aan boord hebben en waar we zoal mee vissen. Yes? Fijne dag verder.